Ik ben Lotte Klein, ik ben 35 jaar en ik ben leerkracht van groep 2 op de Emma-school in Rotterdam. Al 8 jaar inmiddels. Dat doe ik met heel veel plezier. Ik ben naar Rotterdam gekomen vanwege mijn studie. Ik heb culturele maatschappelijke vorming gestudeerd in eerste instantie. Toen was ik 20. Toen ben ik hier gaan wonen als student met vriendinnen. En toen ik klaar was en ging werken, heb ik hier een huis gekocht met mijn man. Zo zijn we blijven hangen. Ik vind de stad Rotterdam, ik moest heel erg wennen, ik kom uit een dorp. Dus ik vond hem wel vrij hard en snel, afstandelijk ook, de mensen. Maar inmiddels woon ik er 15 jaar alweer, geloof ik. En is het wel echt mijn stad geworden. Omdat je de mensen leert kennen, de wegen, kerk, de scholen, winkels. Is het wel echt mijn eigen plek. Waar ik nu heel vaak ook hallo zeg, omdat ik mensen ken. Dus ja, nu vind ik het heel fijn. Ik vind de architectuur van Rotterdam wisselend. Dus de moderne kant en ook nog een stukje historie af en toe. Vind ik wel een mooie combinatie. Dat je van alles wat hebt. Dat je je hart, of hoe noem je dat? Waar je van houdt, dat kun je hier wel opzoeken. Ja, dat vind ik fantastisch. Dat is echt zo'n gevoel van ik woon in de stad. En wat mooi om te zien allemaal. Die moderne gebouwen. Ja, dat je dat gevoel kunt hebben bij moderne gebouwen. Dat verraste me wel, want ik hou eigenlijk meer van oudbouw. Maar als je dat ziet op die brug, vind ik heel mooi. Ja. Ik ben opgevoed door 2 gelovige ouders. Nederlands hervormd waren die. Of zijn die. En daar ben ik in meegegaan. Ik wist niet beter. Ik ging met plezier naar de kerk, want daar zaten mijn vrienden ook. En toen leerde ik mijn huidige man kennen. Was ik 17. Dus nog vrij jong. Die is niet christelijk. Dus toen ben ik eigenlijk voor de vraag gezet. Ben ik nou eigenlijk christelijk? Want hij stelde mij allerlei vragen. Waarom is dit? En hoe kan dat? En daar hebben we echt wel jarenlang over gediscussieerd. Vond ik heel leuk en heel moeilijk. Maar dat heeft me wel echt tot een keuze doen, heeft me een keuze doen maken. Dat ik op een gegeven moment dacht, ja, ik geloof waar ik voor sta. Dus ik ben er niet alleen mee opgevoed, maar ik vind het zelf ook waar. En tot op de dag van vandaag is dat zo gebleven. Ja, dus ik noem mezelf wel, ik ben echt bewust op een gegeven moment christen geworden. Ja. Ja, ik heb ook wel iets ervaren. Toen ik 17, of toen ik mijn man dus leerde kennen en wij heel veel in discussie waren, ging ik ook nog op een gegeven moment alleen op vakantie naar Frankrijk als puber. En dat was een christelijk kamp van Youth of Christ. En dat heeft mij toen in de natuur was dat wel echt een gevoel gegeven ook, dat God bij me was daar. En dat heeft ook wel een stukje bevestigd. Naast het feit dat ik er heel verstandelijk over na ging denken, was er ook een gevoel op dat toen, ja. Dat was beide fijn natuurlijk. Vanaf dat ik student was,
ben ik eigenlijk gelijk ingeschreven bij de Nederlands Hervormde Club, toen nog. Maar dat vond ik wel een vrij zware, noem ik dat dan, zware kerk. Preken vond ik wel lastig te begrijpen en te volgen. Maar het was wel een hele leuke jongerenclub, dus daar heb ik een paar jaar aan meegedaan, aan de jongerenclub. Maar omdat ik niks aan de diensten had, voegde voor mij niks toe, ben ik weer verder gaan zoeken na een paar jaar. Het was vrij logisch om toen bij de ProRegen en de club die dus één keer in de twee weken in de Hoflaan kerkte. Dus dat was samen op weg toen nog. Om daarbij aan te sluiten om te kijken of dat een prettige club was. Het heeft heel lang geduurd voordat ik me daar weer thuis voelde, want mijn leeftijdsgroep was er nooit. Maar nu ik eenmaal kinderen heb, hoor ik tot de gezinnen. En die groep is groot. Dus sinds een paar jaar voel ik me wel echt daar thuis. Ik weet niet of ik het echt ervaar als in de wijk. Ik ervaar wel als ik naar de kerk ga, dat ik dat prettig vind, dat daar een warm welkom is. Dat het samen zijn belangrijk is en dat mensen gelijk openstaan om contact met je te leggen. En allemaal vriendelijk zijn en je willen betrekken bij hun gesprek. Of als er iets met je is, iets voor je kunnen doen en willen doen. En dat we samen zoeken naar activiteiten om de gemeente betrokken te houden en enthousiast in het kerk gaan en het samen zijn. Dus het is niet echt in de wijk, maar wel echt in de kerk dan. Wij beleiden dat onze hulp is in de naam van de Heer. Wij wachten op u, o God, op uw komst, op uzelf, op uw licht dat alles helder maakt. Open ons oren. Voor uw woorden van hoop. Open ons oren. Voor uw wegen van heil. Open ons hart. Voor het geheim van uw liefde, die ons elke dag in vuur en vlam kan zetten. Open ons oren. Dat wij uw heil uitzingen. Maar ook bij naam durven noemen wat onheil is. Amen. Zingen wij de psalm van tweede advent, psalm 72, complete 1, 4 en 6.
alle waarden schoppeloos van de actie schoppeloos naar toe zullen gaan. Ik vind het wel prettig dat hij de actualiteit erbij haalt. En dat je daardoor iets met de Bijbelteksten kan nu. De vergelijking kan zien hoe je er nu mee om moet gaan of tegenaan moet kijken. Ja, met wat er nu allemaal gebeurt in de wereld. Ja, de kerk doet... als je daar aan mee wilt doen, kun je met elkaar eten. Eén keer in de zoveel tijd. Ze draaien ook films. Eén keer in de zoveel tijd. Voor jongeren, proberen ze natuurlijk jongere mensen bij te betrekken. Maar dat is eigenlijk voor iedereen. Kinderdiensten. Jeugddiensten. Allerlei gesprekskringen. Ik zit zelf bij de gesprekskring van 30+. Maar je hebt ook een 40+. Of rondom thema's. Dus er is heel veel keus daarin. Wat dan bij je past, kun je kiezen. En sinds de Rian Veldman dominee zijn er Thijzee-vieringen. Ik doe natuurlijk niet overal aan mee, dus ik mis vast heel veel dingen. Maar je kunt wel echt iets kiezen wat bij je past. Er zijn veel activiteiten. Ja. Ik vind het prettig om praktisch met mijn geloof bezig te zijn en het door te geven. En dat is de kerk wel vooral voor mij. Daarom ben ik ook bij de kindernevendienst betrokken. En vind ik het leuk om met de andere activiteiten bezig te zijn. Dus dat ik iets kan doen voor andere mensen met mijn geloof. En daarmee vrienden maak. En me samen voel met mensen. En aan de andere kant vind ik het ook fijn dat ik aan het denken word gezet. Elke keer als ik deelneem aan activiteiten of naar de dienst ga. Dat mijn mening of mijn kijk op het geloof verandert of juist bevestigt. Dat vind ik prettig. Ja. Zullen we er nog een paar vinden bij? Ja, ik word een hele interessante. Ja, je vinden uitsnijden met mensen. Ja, dat is wel een maar luister eens, de kaas wordt toch. Luister ook eens. We zitten met het lam, hè? Ja, poes. Kaars weg. Dat is weg. Kaars weg. Dat is ballen. Zeker. Dan moet je opnieuw beginnen. Max? Ja, hartverwarmend. Hartverwarmend. Dat is het wel, ja. Nou, ik ben Rian Veldman. Ik ben sinds 2010 hier predikant. Ik ben nu 32 jaar. Dus ik was 28 toen ik hier begon in Rotterdam-Kralingen. En dat was 10 januari. Dus bijna 4 jaar. Nou, mijn ontdekking om predikant te worden is eigenlijk gaandeweg ontstaan. Dus dat is niet een roeping van kinds af aan. Ik ben de opleiding theologie en filosofie gaan doen aan de Vrije Universiteit. Met name omdat het hele brede studies zijn, dus ik had een brede belangstelling.
En altijd de deur open gehouden naar het predikantschap. En toen na 4 jaar nou moest je richting kiezen. En toen ben ik een jaar zeg maar stage gaan lopen als predikant. Predikant in opleiding. En toen gaandeweg dat jaar eigenlijk ontdekt dat het beroep wel bij mij past. Zo een beetje. Ja, dus gaandeweg heb ik ontdekt dat, het, dat ik en dat beroep wel bij elkaar horen. Ja. Als, ik ben opgevoed met de kerk. Dus ik ging als kind mee naar de kerk, bijna wekelijks. En ook nog wel middagdiensten, waar soms ook nog uit de catechisme werd gepreekt. Het was gewoon een gereformeerde kerk in Rijnsburg. Nou, op een gegeven moment ga je naar middelbare school en dan verbreed je horizon zich. Ik herinner mij nog wel een godsdienstdocent in de brugklas. Die was altijd trots, zei hij dat hij Luthers was. En die begon zijn eerste les met: de Bijbel is geen oude krant. En dat is ergens altijd blijven hangen. Nou, wat is het dan wel? Goed, op een gegeven moment de kerk in Rijnsburg, daar vond ik het niet meer zo. Dan ben ik een beetje gaan zoeken, in Moesgeest naar de kerk gegaan. Op een gegeven moment gevraagd om organist te worden. En dat is eigenlijk een eerste andere ingang geworden. Dus eigenlijk via het liedboek, via muziek. Ook ontdekt dat er wel goede teksten in staan. En ik had ook gewoon een taak. Dat is volgens mij voor tieners ook wel prettig. Tenminste, merk ik nu ook. Dat je gewoon een taakje hebt in de kerk. Want anders, ja, wat moet je daar als tiener in die kerk? Niet echt voor jou gemaakt. Dus achter, dus allemaal achteraf gezien. Hè? Dus ik heb niet echt een Paulinische bekering. Die studies ben ik gaan doen, dat is ook een beetje een zoektocht geweest. Een van de belangrijke invloeden is geweest Letter en Geest. Bijlagen elke week, elke zaterdag van Trouw. Al die artikelen die daarin stonden vond ik heel boeiend. En er was één godsdienstfilosoof, Theo de Boer. En daar kreeg ik op een gegeven moment het boekje van, dus had ik denk ik 5 VWO. De God van de filosoof en de God van Pascal. Nou, dat heeft denk ik wel invloed gehad. En uiteindelijk is dat ook mijn afstudeerrichting geworden, godsdienstfilosofie. Dus het heeft met mij erg met de reden te maken toen. En ondertussen, de geloofsontwikkeling gaat verder. En toen ik hier net begon, kwam Terzee in Rotterdam. En vanaf toen is het ook zeg maar het afdalen naar het hart begonnen. En nu probeer ik dat in een goed evenwicht te hebben. Dus geloven met hart, ziel en verstand. En dat is volgens mij een levenslang proces om dat in een beetje goede balans. En ook nog geloven met handen uit de mouwen. Dat heb ik eigenlijk in Amsterdam geleerd. Dus werken met dak- en thuislozen. En daar krijgt het christendom gewoon echt handen en voeten. Ook een belangrijke pijler. Dat zijn zo'n beetje een paar dingen op mijn geloofsweg. En ik geloof altijd dat dat altijd het moet blijven stromen en ontwikkelen. Om het een levend geloof te laten zijn. Dus het is ook nooit klaar. Ondertussen heb ik wel wat met Rotterdam. Het was wel een sprong. Ik heb dus in Amsterdam gestudeerd. Ik heb daar bijna 10 jaar met veel plezier gewoond. Wat erg heeft geholpen is dat Terzee naar Rotterdam kwam. Daardoor kwam ik ook wel op allerlei andere plekken in de stad. Ik ben in jaar 1 ook begonnen met in het clubje voor de predikantendag voor heel Rotterdam. Dat helpt om echt een beetje feeling te krijgen voor de breedte van de stad. Ook wel leuk vind ik dat Kralingen eigenlijk een dorp is in de stad. Dus dat Rotterdam ook, dat is ook wel een ontdekking dat het eigenlijk uit allemaal dorpjes bestaat. En die mix vind ik wel heel prettig aan Rotterdam, Kralingen dan. Dus ik zit en vlak bij de metro, dus je zit zo in het hartje van de stad. En Kralingen heeft zelf een mooi bos en heeft nog iets dorps. Er wonen ook mensen al hun hele leven die maar rond de 90 zijn. Dus die kennen ook de hele geschiedenis van zo'n stad. Maar wat heb ik echt met Rotterdam zelf? Ik vind de openheid vind ik mooi qua architectuur dan. En ook qua dat er zo'n rivier doorheen loopt. En het is, ik noem het altijd tegen Amsterdam, maar zeg ik, het is een stad voor met de auto. Het is lekker breed, lekker, je hebt mooie vergezichten, goede skyline. Dus dat is mooi aan Rotterdam, denk ik. Ik kan nog veel meer zeggen. Ja, ik ben er niet.
Ik ga het allemaal op de foto zetten. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u de vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. De kerk in Kramen is een dorpskerk in de stad. Dus je bent in de stad en toch een soort dorpskerk waar mensen elkaar kennen. En waar iedereen zit. Jong, oud, hoog opgeleid, laag opgeleid. Ja, dorpskerk in de stad. Ja, oké. Okay. Nou, ik voel me hier helemaal thuis. In de Hoflaankerk.